Wij blijven nog even met het sport, terwijl we de gezellige schoonouders van Nederland even wegdoen. Wij blijven nog een beetje met sport, want een Nederlands kampioenschap biljarten voor niet-verstandelijk gehandicapten is er wel. Maar een Nederlands kampioenschap voor wel-verstandelijk gehandicapten is er nog niet. En binnenkomt komt daar verandering in. Hier is toernooidirecteur Dirk Snip met de biljarters Kobe en Wilfried. Hallo, oh hier. Hallo, dit is Kobe. Hoi Kobe. Hi. Hallo, en Wilfried. Hallo Wilfried. Papa. Jullie zijn de biljarters, want jullie hebben een keu bij jullie. En dit is Dirk, die is heel lang en ook toernooidirecteur. Dirk, jullie gaan een beetje biljarten met elkaar? Ja. Jullie kennen elkaar ook, jullie wonen ook samen, hè? Ja. Jullie hebben verkering ook, hè? Ja, verloofd en al. Verloofd en al, de hele package deal hebben jullie. Ja, met tijd en al. Met keus erbij ook? Ja. Alles erop en eraan. En hebben jullie elkaar ontmoet op de biljartclub? Nee. Nee. Op het werk, want we werken ook met elkaar, dus... Maar hoe hebben jullie dan leren biljarten? Kenden jullie toen al biljarten? Ja. Ja? Maar nu biljarten jullie vaak tegen elkaar. Hebben jullie ook een biljarttafel thuis? Nee. Wat dan? Niet. In de Noordhoek. Oh, in het ontspanningscentrum. Ja, in Noordhoek. Nou... Hey, en wanneer heb je voor het laatst gespeeld? Ik heb... een woensdag heb ik gespeeld. Ja, tegen wie? Met Wilfried. Heb ik gewonnen van Wilfried. Oh, heel goed. Heel goed. Was hij weer woedend zeker? Hij zei, Kobe, Kobe. En wat spelen jullie voor biljart? Spelen jullie 3 banden, 4 banden, 5 banden, 6 banden, 7 banden? Ja, als je zo doorgaat, dan werken maar 10 banden. Nee, oké. Okay. Hoeveel banden? Hoeveel doe je dan? Hoeveel doe je dan? Hoe doe je dan? Nee, 3 banden dus. 3 banden. 3 banden. Het maakt niet uit welke bal raakt. Gewoon raken, tegen de banden. Ja. Okay. En als er dan eentje tussen alle 3 tegen elkaar komen, dan hebben we een punt en dan moeten we dat even zelf... Onthouden. Maar speelt Kobe nooit vals dan? Nee. Nee, Kobe niet. Maar Wilfried wel. Dan ga je even spelen, laat even zien, want het is... ik word aangevallen, een paar keus. Spelen jullie even en dan kunnen we het even zien. Dan praat ik even met Dirk over het kampioenschap. Jullie gaan meedoen aan het Nederlands kampioenschap biljart, hè? Spelen jullie samen in 1 team? Ja. Ja, en hoe heet het team? Groene Laken. Goed. Gaan we beginnen. Kobe mag beginnen omdat ze woensdag ook al gewonnen heeft. Moet je eerst keuën? Krijten, bedoel ik, zo'n ding? Oh ja, kruiten. Ja, ik heb hier... ik heb speciaal kruid gekocht voor je. Zie je, vergeet het belangrijkste, vergeet het. Ik vind het altijd het leukste. Oh, je hebt wel je eigen keu bij. Oké, okay, Dirk, wat gaan jullie doen? Je gaat 18 oktober gaan jullie... Kom eens dichterbij, je bent zo klein. Jullie gaan 18 oktober gaan jullie de eerste Nederlands kampioenschap houden. En wat houdt het precies in? Heb jij Dirk ergens gezien? Ik zie Dirk niet. Nee, daar is die. Waar ga je? Nee, dat is, het is 21 en 22 oktober gaat het plaatsvinden. Ja? En eigenlijk als vervolg op het... En hoeveel dat gaat plaatsvinden, omdat er nog geen Nederlands... Jij bent organisator van verschillende toernooien. Ja, nou verschillende toernooien tot nu toe, alleen de nationale bekerfinale. Dat is een toernooi waar de hele wereldtop aan meedoet. Ja? En eigenlijk de aanleiding van een krantenartikel wat in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. En dat is dan misschien wel aardig, ik vind het een wereldtekst. Verliefd op de toevallige karambol. Op de toevallige karambol. Ja. Hij heeft de Haarlemse biljartgroothandel uit Haarlem. Hij heeft daar op ingesprongen. Kobe, wacht even. Dit gaat fout. Dit kost jou punten. Nee, dat doe je expres. Je gaat speciaal in die cameraman zitten. Karambolen. Omdat je... Oh, doe je niet expres? Oké, ga maar door. Je kijkt heel erg vies. Oh, nou. Heel vies. Nee, dan gaan we door, toen heeft eigenlijk Van Ooy uit Haarlem heeft gezegd, Dirk, van kunnen we daar iets mee? En toen gezegd van nou, dat lijkt me fantastisch. Ten eerste wist ik niet of er überhaupt verstandig gehandicapten zijn. Is er behoefte aan hoeveel gehandicapten biljarten er? Nou, dat wisten we toen niet. Geen idee. Ik wist überhaupt niet. Ik wist het Groene Laken dan. Die hebben we ook uitgenodigd voor de bekerfinale. Dat is de club van Haarlem. Nou, inmiddels hebben we dus een stuk in de Telegraaf gehad, een oproep. En daar zijn er dus inmiddels 34 teams die zich aangemeld hebben. Van hoeveel mensen?
8 deelnemers per team doen ermee. En moest je selecteren? Ja, er zijn voorwedstrijden gespeeld om dus uit te maken wie er dus 21 en 22 oktober meedoet in het Golden Tour. Gaat heel professioneel biljarten? Jij weet het, gaat heel professioneel? Dat is de uitdaging die we aangegaan zijn, om dus exact dezelfde entourage te creëren als die we dus voor de wereldtop creëren. Maar wat houdt het dan in die entourage? Ook 3 ballen neem ik aan. Ja, maar... Wil je staan, Kobe? Ja, natuurlijk. Valt me maar lekker lastig, hoor. Wat zijn er nog meer voor plannen? Zullen we hier gaan staan? Ik volg je toch. Er komen onder andere fitboxen, er is de hele dag levende muziek. Ze komen dus allemaal zwarte broek, wit overhemd, giletje aan, strikkie voor. En als ze het niet hebben, wordt het gewoon gekocht? Nou, dat hebben ze. Want er wordt redelijk serieus, er wordt eigenlijk heel serieus gebiljard door de verstandelijke gehandicapten. Ja, en... Maar dat wisten we op dat moment nog niet. Waar vindt het plaats? Ik weet helemaal niet hoe ik dat gezegd In een Golden Tulip Hotel in Heilo. In Heilo, daar wordt het plaats. Hey, wat vind je nou zo leuk, Kobe? Mag je iets vragen? Ding dong, is Kobe thuis? Ja. Mag je even wat vragen? Wat vind je nou leuk aan biljarten? Wat ik vind leuk vind, biljarten vind ik zo leuk, gezellig. Ja, wat vind je er zo leuk aan? Want je kunt er ook aan kaarten of gewoon... Nee, daar hou ik niet van. Nee, maar wat vind je er leuk aan biljarten met die stok een beetje heen en weer rauzen? Biljarten, ja. En nooit, leuk. Nooit een kleed kapot maken? Nee, doe ik niet. Nooit doorheen scheuren? Nee, doe ik nooit. En dan zeggen, het heeft Wilfried heeft het gedaan? Nee, doe ik niet. Moet betalen. Moet je dan betalen? Ja. En wat denk je? Ga je winnen in 21 en 2? Weet ik niet. Wat denk je? Wat hoop je? Nou, ik weet het niet hoor. Ik wacht me af. Ik zie het wel. Ja. Ik zie het wel. Ja, dat is ook waar. Hoeveel staat het inmiddels? Geen 1. Oh. Ja. En jij, Wilfried? Eentje voor mij. Eentje. 1-0 nu voor Wilfried. Moet wel opschieten, Ko. Kunnen nog biljarten zich aanmelden eigenlijk? Nee, dat is nu gesloten. We willen wel graag dat de biljarten zich melden. Omdat er volgend jaar weer een vervolg op gaat komen, zoals het er nu uitziet. En dan willen we graag de verstandig gehandicapte biljarters in kaart brengen. Zodat we daar gewoon meer voor kunnen organiseren. Ook een soort competitie kunnen organiseren. Ik zeg we, inderdaad. Maar er is ook een initiatief bij de KNBB ontplooit. De Koninklijke Nederlandse Biljartbond. En die zijn dus voornemens om een reguliere competitie op te gaan zetten. En wat dat betreft is de steun van de bond, terwijl het eigenlijk vrij uniek is, dat het eigenlijk geen leden van de KNBB zijn. Nee. Dat de KNBB dit initiatief wel ondersteunt. Ja, komt er ook een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap? Nee, want voor zover mij bekend is dit voor het eerst in de wereld dat het verspeeld gaat worden. Ja, fantastisch. Komen er ook nog bekende biljarters langs? Ja, dat ook. Proef je naar mij even? Nou, ik keek wel naar Wilfried. Maar komen er bekende biljarters langs op het toernooi? Weet je dat of niet? Nee. Komen er wel mensen langs? Ja. Alle 8 teams zijn geadopteerd door een eredivisieteam die in de reguliere competitie spelen. Nee. 3 banden. En dus houden ze ook in dat Dick Jaspers, Raymond Keulemans hebben allemaal een medewerking toegezegd om deze biljarters te ondersteunen. Nou, hartstikke goed. Hey, we gaan... heel erg bedankt dat je wilde komen. En, ik wil één ding kwijt, dat er straks om een enorm grote beker gespeeld gaat worden. En dat is de Wardenaar Infrarood Cup. En dat wordt op deze poster ook kenbaar gemaakt. Dus mocht u deze tegenkomen, dan gaat het over het Nederlands kampioenschap. Nou, we gaan er misschien met z'n allen toe. Dan zijn natuurlijk nog, u kunt gewoon komen kijken, de 21 en 22 oktober. Blijven jullie door, biljart, of gaan jullie aan het bier? Jij zegt hoeveel staat de stand iedere keer? Maar ik zie hier geen scorebord staan. Nee. En nou staat het. Hier. Kijk, hier kun je de stand bijhouden. Ik had het inderdaad moeten uitleggen. Hier kun je de stand bijhouden. Dit is dan de stand voor jou. Hoeveel is het voor jou? 3. Kobe, lieg ook eens wat. 1. Oh, heel eerlijk. Ja, 3-1. Jullie kunnen gewoon doorgaan. Dan gaan wij door met het programma. Heel erg bedankt voor het uitleggen, Dirk. En succes met die organisatie. Pas op, het zometeen komt er een enorme wand naar je toe. Heel erg bedankt voor je komst. En succes 21 en 22 oktober met het Groene Laken. Ja. Oké, bedankt, Kobe. Tot ziens. Je mag door, biljarten. Bedankt, Wilfried. Wij zijn toegekomen met de Gouden Doos.